Alou Ali hier live bij Punch Out Battles. We hebben een battle, ja, wat kan ik erover zeggen? Het is de eerste ronde van het nieuwe seizoen en ik zeg je nu alvast, over 2 jaar hebben we het over deze battle. Het was een fucking classic, fucking legendarisch. Taser, hoe ging het voor jou? Ja, ik vond het een dope battle. Alleen ik moet wel zeggen, van mijn kant was een beetje onstabiel. Het was niet de beste Taser. Nee man, ik heb vannacht Mayweather versus McGregor lopen kijken. Dus ik heb heel de nacht ook doorgehaald en shit, niet geslapen. Fucking reis hier naartoe was stressvol. Ik moest met de bus komen in plaats van... Eigenlijk ben je uitgeput als McGregor. Ja. Alright, Dari, wat een comeback. What the fuck was dit dan? Hoe is voor jou om terug te zijn in de ring? Hey bro, ging wel lekker. Ik had al verwacht dat het lekker zou gaan, maar zo lekker. Ging wel lekker? Maar nu ging wel echt lekker, ja man. Dit was een fucking classic en op een gegeven moment, mijn bro Badir kwam erbij. Ja. Badir, kom er ook even bij. Wat gebeurde er? Leg me even uit. Bro, kijk, ik heb gechoked in mijn audities, weet je. En ik vond het gewoon top bro, want je weet toch, ik wil mijn dingen laten zien, maar omdat ik zo kort tijd had om voor te bereiden, heb ik gechoked. En mijn broeder Dani, zeg maar, ik ben al heel lang met hem, weet je, ik ken hem al. Ik ben gewoon echt broeders. Dus hij zei, bro, ik ga jou niet ermee laten zitten. Je gaat gewoon in mijn battle, ga je een paar bossen. En dan gaat Ike horen van, hey, gooi me in de leaks. Los van de choke was je auditie gewoon gruwelijk. Ja. Hey, je hebt vandaag laten zien wat je in je mars hebt. We gaan jou volgens mij sowieso terugzien in de league. Hoe dan ook. Vitaal, waar is Vitaal? Is Vitaal weg? Oké, fuck it. We hebben hier Badir tegen Dani. We hebben Taser, we hadden Vitaal. Er is een verrassing ergens in de battle. Kunnen we nu alvast zeggen, dit wordt een 2 tegen 2 in het volgende event? Ja, kijk, toen Dani me vroeg om te battelen, was in eerste instantie de bedoeling dat hun twee tegen Vitaal en mij zouden gaan. Ja. Alleen Vitaal die had een battle van staan, dus dat ging niet door. Maar... ja, hij sprong de random in, ik had Vitaal de random in laten springen, dus hey, toch, als we gewoon een goede voorbereidingstijd krijgen, dan gaat het zeker van de mensen 2 tegen 2. Ik niet nu toch, je weet toch, we hebben net gebeld. Hij komt. Er moet echt wel misschien 3, 4 events tussen zitten ofzo. We gaan voor de rest niks zeggen, straks om 7 uur de battle online. Kijk deze battle, even serieus, zonder grap. Kijk deze fucking battle. Mijn naam is Alou Ali, Punch Out.